Leuk dat je weer kijkt naar Fem. Ik ben Jamie en vandaag ga ik het met jullie hebben over hoe ik mijn foto's werk voor Instagram. Want elke keer wanneer ik een foto plaats op Instagram, nou ja, heel vaak de laatste tijd, krijg ik de vraag van Jamie, kun je alsjeblieft een video maken hoe jij je foto's bewerkt? Nou, dus vandaag ga ik mijn favoriete fotobewerkingsapp zien die ik zelf graag gebruik voor Instagram. Ik heb een iPhone 5, dus de apps die ik gebruik zijn voor iPhone verkrijgbaar. Dus Android gebruikers, sorry. Ik weet niet of alle apps ook beschikbaar zijn voor Android die ik gebruik. Maar sorry alvast. Ik begin met VS CoCam. Dat is echt mijn favoriete iPhone bewerkingsapp voor wat betreft filters. Normale Instagram filters vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Maar met VS CoCam, een gratis app, ik filter zelf een beetje bepalen. De meeste filters zijn gratis, maar je kan er ook een paar downloaden. Ik pak gewoon even een random foto en neem hem als voorbeeld. Degene die ik graag gebruik zijn A4, A5 en A6. Deze komen van de Analoog collectie. Deze vind je wel in de shop, maar die zijn wel gratis te krijgen in de shop. A6 is denk ik mijn favoriet, die gebruik ik echt het allermeeste. Nou, daar kan je erop klikken en dan kan je de sterkte van A6 een beetje aanpassen. Ik speel daar gewoon altijd een beetje mee. Dat vind ik het allerleukste. Gewoon dan weer die en dan weer die. Ligt ook heel erg in de foto. Dan klik je op oké en als je op het pijltje daaronder klikt, dan verschijnt er zeg maar een soort schermpje. En dan kan je op dat, hoe heet het ook weer, zo'n schroevendraaier is. Nee, geen schroevendraaier. Hoe heet dat ding? Icoontje ernaast. Ik ben even kwijt hoe het heet. Klik je daarop en dan kan je echt nog allemaal dingen aanpassen. Zoals helderheid, contrast. Nou, ik speel er altijd heel erg mee. Of nou ja, exposure dan. Een soort van helderheid. Kan je het lichter maken of donkerder. Dan maak ik hem iets lichter. De temperatuur dus of het een warme of koude foto wordt. Contrast kan je aanpassen. Tada. Je kan hem draaien. Of kantelen. Het is zo leuk om te doen. Nou, kroppen, verknippen. Ta-ta-ta-ta. Je kan echt super veel ermee doen. Echt, je moet er gewoon mee spelen. En kijken wat je zelf leuk vindt. Ik maak hem vaak ook wat scherper, vind ik erg mooi. En zo'n grain. Ik weet niet of het goed uitspreekt. Maar ik noem het even grain. Dan het geeft een soort vintage effect. Dat vind ik ook heel erg tof. Dat doe ik ook heel vaak. En dan zie je ook echt alle foto's die je hebt bewerkt in een soort van feed. En ik vind het zelf heel erg handig, want ik vind het altijd wel leuk als je feed een beetje bij elkaar past. Ik ben echt zo'n type mens dat het leuk vindt als alle foto's bij elkaar past. Dus kan ik even wat kijken van, hey, passen ze bij elkaar? Ik weet dat het misschien heel slecht is en misschien is het heel onzinnig. I know, maar ik vind het gewoon leuk. Wat ik ook graag gebruik is de app PixArt. En PixArt is een app, daar kan je gewoon net wat meer mee. Ik vind PixArt vooral handig als ik zeg maar een oudste foto heb of zo en ik wil mezelf spiegelen. Ik open een blank bestand. Maak hem vierkant, 1024 bij 1024, want dat is lengte bij breedte en als dat hetzelfde is, is die vierkant natuurlijk. Vierkantje, daar upload ik mijn foto in. Neem even een random foto hoor. Nou, die vergroot ik, zet hem aan de zijkant. Ik heb die foto dan ook nog een keer, maar dan heb ik hem in PixArt al een keer zeg maar horizontaal gedraaid. Add foto, foto's, camera roll en upload die foto weer, maar dan horizontaal, vergroten en dan zet ik die ernaast. Die sleep ik dan. Een beetje nutje. Dan heb je hem eigenlijk al een spiegelbeeld. En ik vind dat zelf voor outfits heel erg handig. Ik vind vaak zo'n witte kader eromheen, zoals met Weitercam. Dat, ja, soms doe ik dat wel, maar meestal vind ik dat niet heel erg mooi, dus ik doe het liever niet. Dan heb ik liever dit, maar ja, dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Sla ik op en dan kan je hem op Instagram uploaden. Eigenlijk zijn dit de twee apps die ik het meest gebruik. Vooral VS CoCam, daar ben ik een groot fan van. En daarnaast zijn allebei de apps gratis. Dat is wel echt een groot voordeel. Wat ik ook heel erg leuk vind aan PixArt is dat je zegt van die overlays eroverheen kan doen. Ik moet eerlijk toegeven, ik doe het zelf niet, maar ik weet dat heel veel mensen het leuk vinden. Dus ik laat even zien hoe je dat moet doen. Je typt op Google in overlays en dan Tumblr. Vervolgens ga je naar de Tumblr, die heet dazzlingoverlays.tumblr.com. Die staat bij mij bovenaan. Daar staat ook echt een hele uitleg hoe je het moet doen. Maar ik leg het ook even voor jullie uit, dat is wat makkelijker. Je ziet echt allemaal van die zwarte plaatjes met witte tekstjes erop. Je kiest een leuk uit en slaat die op je mobiel. Oh, die kitty cat is wel heel leuk. Of happiness. Oh, spread. So this is love. Die vind ik leuk. Oh, dan moet je eigenlijk een foto hebben met een vriendje of zo. Heel schattig. Dus gewoon even op een random foto hoor. Gewoon om te laten zien hoe je het doet. Open PixArt. Ik heb deze foto en klik vervolgens op add foto onderin. Open daarna de overlay die je net hebt gedownload. Oké, ik vergroot hem even. En onderin staat normal. Als je op normal klikt, dan verschijnt er een heel rijtje met allemaal andere woorden. Kies screen en vervolgens, tada, het zwarte achtergrond is weg. En dan kan je
dat er zo op zetten. Ik weet dat heel veel van jullie het toch leuk vinden. Dus het leek me leuk om dit als een soort mini tutorial erin te zetten. Het zijn eigenlijk de apps die ik altijd gebruik. Het zijn er maar 2. Ik hoop niet dat het nu een beetje boring klinkt of zo. Maar ik heb hier genoeg aan. En vooral met PixArt kan je echt super veel. Zeker een aanrader. Escocam is, als je mij vraagt, echt de allerbeste apps wat betreft filters. Want daar kan je zelf gewoon heel veel mee spelen. Met de helderheid aanpassen of de contrast vind ik super leuk. Ik hoop dat jullie dat in de video hadden. Als je me op Instagram wilt vinden of volgen, dan kan je me vinden onder @jamiejongejan. Misschien heb je wel een betere app die je echt moet delen. Laat het gewoon even weten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En te abonneren. En dan zie ik volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Doei! Die had ik helaas niet in huis, dus het ging niet door. Maar dat is gewoon een stuk veiliger. Dus let daar een beetje op. En that's it.